Wouter, daar ga je. In de vorige aflevering zag je hoe een vliegtuig op zijn parkeerplaats wordt gezet. En vandaag zoeken we uit wat erbij komt kijken als je een vliegtuig lang parkeert. Meneer, kom zitten. Ja, lekker warm hier. Heel warm. Je bent van de technische dienst, maar kun je nog even iets beter uitleggen wat je precies doet? Ja, ik ben grondwerkenkundige bij Lijn Maintenance. Ja. Dat betekent dat wij alle technische handelingen doen op Schiphol Centrum voor vertrek, zodat het vliegtuig in een perfecte staat weer kan vertrekken naar zijn volgende bestemming. Maar nu staat het vliegtuig natuurlijk vooral geparkeerd, Dus dan ziet je taak er iets anders uit. Ja, die taak is aardig veranderd, want ja, vliegtuigen parkeren, dat is net als een auto, alleen moet er veel meer bij kijken. Ja. Je kan het niet zomaar uitzetten en denken, we zien over een paar dagen, weken, maanden wel weer. Mm-hmm. Dus dat moet toch wel gebeuren volgens de voorschriften. Ja. En daar komt nog wel wat bij kijken, ja. En aan wat voor dingen moeten we dan denken? In de cockpit moeten we bepaalde tests gaan doen. En die moeten we eens in de zoveel tijd volgens een bepaald interval gaan uitvoeren. En waarom is het zo belangrijk dat dit om de 7 dagen gedraaid wordt? Je kan je voorstellen als je iets lang parkeert, dat er misschien wel vocht in komt, schimmel. En dat wil je niet. Je wil het vliegtuig natuurlijk daar wel weer kunnen aanbieden aan de vliegdienst, zodat we met een goed vliegtuig kunnen vliegen. Dus ja. Je wil gewoon in een staat houden om altijd weer te kunnen vliegen wanneer dat nodig is. Ja. Oké. Top. René, we staan hier op de Aalsmeerbaan. Zullen wij even een rondje om het vliegtuig lopen om te kijken wat er aan de buitenkant gebeurt? Laten we dat maar doen. Ja? Nou, we beginnen bij de motor. Wij hebben een spanband geplaatst, zodat de motor niet ronddraait. Want je wil niet als een vliegtuig weken geparkeerd staat, dat die motor maar staat te draaien. We noemen dat windmillen. Dat is niet goed voor het interne van de motor. Het vliegtuig staat natuurlijk op een plek waar normaal niet geparkeerd wordt. Dit is een landingsbaan. Om de baan te beschermen heeft de luchthaven op de plek rijplaten neergelegd. Om zo de druk te verdelen. Vandaar dat het vliegtuig geparkeerd staat op deze rijplaten. Eens in de zoveel tijd zullen we het vliegtuig moeten verrijden, zodat er geen, zeg maar eenvoudig gezegd, platte kanten op de wielen komen. Dus het is dan best wel een gedoe? En zeker, het is niet eventjes handrem los, duw hem naar achteren en een paar maal handrem erop. Dit zijn de sensoren, die meten de statische druk. En we willen helemaal geen stof of vocht in de sensorleidingen. En als die zo lang geparkeerd staat, is die kans aanwezig. Vandaar dat we ze afplakken, zodat de sensoren schoon blijven en we een vliegtuig hebben dat dadelijk gereed is om weer te vertrekken. Hiervoor komen we bij de pitotbuis waarmee we de snelheid meten. Die hebben we ook afgeplakt. Je ziet daar zit tape op, maar dat is niet zomaar tape, want wat je van de bouwmarkt haalt. Dit is wel voorgeschreven tape van de fabrikant, zodat als we het er weer afhalen, dat er geen residu achterblijft, zodat je de verf van de romp aftrekt. Precies. Want dat moet natuurlijk wel beschreven zijn. Ik kan het niet zo gaan afplakken. Als je de juiste tape hebt en ik help je, gaat het helemaal goed komen. Dit onderhoud is dan specifiek voor dit toestel, de 777, maar is dat dan ook voor alle toestellen gelijk? Grote lijnen komt op hetzelfde neer, maar uiteraard heeft elk vliegtuig zo zijn eigen specifieke zaken. En dat zoeken we dan op in de manuals. En dat zijn, als we het zouden uitprinten, een mega lange grote hoeveelheid bladzijden. En heb je die al eerder helemaal moeten doorlezen in je carrière? Nou, in mijn carrière niet. De laatste weken wel regelmatig. Want dit is natuurlijk een uitzonderlijke situatie waar we nu in zijn. Ja, dat zeker. Nou, in ieder geval dankjewel dat ik mee mocht kijken en dat we nu binnen en buiten hebben gezien. En succes nog de komende weken. Graag gedaan. Nou, met al deze tips en tricks weten wij nu als de beste hoe je een vliegtuig moet parkeren en wat er allemaal bij komt kijken. Ja, en het ziet er natuurlijk mooi uit, al die geparkeerde blauwe vliegtuigen, maar we zien ze natuurlijk liever in de lucht. Ja, nou, thanks Pim. Thanks Wouter. En bedankt voor het kijken. Doei. Doeg. Vond je het een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer je op dit kanaal. Laat in de comments weten wat de volgende missie moet worden.